Ik werd dinsdagavond genomineerd voor de bekende Ice Bucket Challenge ten voordele van de ALS-campagne. En die nominatie kwam er van de finalistes van Miss Fruit Belgium. En ik ga dat doen. Ik draag die actie een warm hart toe en ik wil die ondersteunen. En zometeen gaan we hier dus de ijskoude doorstaan. En dat het echt wel met ijsblokjes is, dat bewijs ik nu. En we waren bezig met opnames voor het Miss Items televisiemagazine voor de maand september. En we hebben die stilgelegd, want ik haal er onze presentatrice Silou bij. Dag Silou. Dag Fried. Alles goed? Nu nog wel. Zij krijgt de eer om die ijsblokjes over mijn hoofd te gieten. Dat is iets anders. Ik zit volledig zitten. Oké, dus ik ondersteun de actie van de ALS Liga. En ik zal bij deze deelnemen aan de Ice Bucket Challenge. En straks maak ik ook mijn drie genomineerden bekend. Wauw, what a cold experience. Maar het feit dat Silou die emmer goot, maakte veel goed. Tijd om mijn drie genomineerden bekend te maken. Ik weet niet of je het nog zo leuk zal vinden nu, want mijn eerste genomineerde is Silou Anis. Nee. Jawel, jawel. Nee. Ja, echt waar Silou. Je bent de presentatrice van ons magazine. Je bent ook een van de top modellen en missen in België. Dus ik heb goed mijn keuzes overwogen. En ja, het is nu mijn beurt om dat binnenkort te doen. Ik geef jou 48 uur de tijd. Oké, dankjewel om mij dit plezier te doen, Philippe. Ik zal het zeker met veel plezier doen voor jou. Mijn tweede genomineerde, daarvoor ga ik internationaal. Ze woont sinds kort in Bangkok. Dat is de eerste eredame van Miss International 2013. The first runner-up of Miss International 2013. De stunning Nathalie Den Dekker. Ze was een van de modellen in onze Valentijnshoot in die hartjesjurk. En ik zou graag bij deze Nathalie Den Dekker nomineren. En voor de troisième nomination, on va en Wallonie. Avec Imaine Boujaboud, Miss United Continents Belgium 2014. In september gaat ze naar Ecuador om België te vertegenwoordigen. Donc, avant de partir en Ecuador, une nomination pour toi, Imaine, en direction de Namur. Voilà, dit waren ze dan. Silou, Nathalie en Imaine. Ik denk dat dit de mooiste nominaties zijn die er tot nu toe geweest zijn in de campagne voor de ALS Liga. En ik kijk er naartoe uit. Ik iets minder, maar het zal wel gaan.